Welkom bij Age of Gamers. Wij kijken naar de tweede match van de kwartfinale tussen Scream en 2Subset. 8-4, 3-8-1. Ja, welkom iedereen. Ja, met mij Sir Folight. Ik, Sir Freddy. Het is vroeg in de ochtend, dus we doen het met een bakje koffie. En ik heb... de stream, de Twitch uitgezet, dus we hebben zijn niet live op Twitch. We kijken een replay terug van een match waarvan wij denken dat die echt super spannend is. Wij weten wel de uitslag, maar we hebben deze match nog niet gezien. Ja, 2Subset zegt al wat een rare map is dit. Ze hebben hiervoor een Nomad match gespeeld, die volgens mij Scream heeft gewonnen. En nu beginnen ze alweer met de map, waarbij ze een eigen town center moeten maken. Dus niet Nomad, want je begint wel met de villagers bij elkaar. Maar deze map heet Bogland. En dat is een map, je begint op een heuvel met een mill en een tower. Wat hunt eromheen. Verder verspreidt volgens mij wat varkens in dit geval, wat sheep. Yeah. Maar geen... berries? Ik zie geen boars. Ik ben een beetje aan het aankloten met... want jij hebt een net breder scherm weer dan de mijne. Ik probeer hem eventjes een beetje netjes te zetten. Voor de kijkers straks is het een beetje klungelig, maar... Helemaal out of my play, zegt 2Subset. Beide mensen niet gewend aan de map. Oeh, dat is een krappe town center van Scream, maar wel... heel veilig tussen goud en hout. Geen boers volgens mij, zegt Scream. Nou, ze praten er gewoon lekker over, wat er mooi is. Ja, ook, ook leuk dat hij dus deelt wat zijn ervaring is. Ja. Oh, dat doet Scream inderdaad. Ja, dat vind ik dan wel weer tof, hè. Want je speelt in kwartfinale. Het is drop of de ronde. Je hebt zoveel meer voordeel als je tegenstander niet precies... weet wat hij doet. En dan toch zeg je van... hé, hey, geen boers, man. Let daarop. Ja. Ja. Dat is wel tof. Echt keurig. Dat is mooi om te zien. Tegelijkertijd is het een beetje bijzonder een map. Zoals je op de kaart ziet... overal kleine patches met water. Dat zijn deze. Oh. Dit is dus een niet buildable area. Oh, dat is dus een forward base of met je walls... kan je heel raar uitkomen. Het is een moeilijk te wollen... ja, soort van moeilijk te wollen map. Want hij is wel heel dicht. Maar met forward bases en... castle placement, kan dat wat awkward overkomen? Nou, we hebben natuurlijk wel de King of Walling himself, Scream. Dus, dat is absoluut waar. We gaan goed kijken hoe je dan toch nog kan wallen in zo'n map als dit. Nou, zo dus bijvoorbeeld. Gewoon een gate is dat zeker. Ja, het is gewoon een gate. We beginnen gewoon met de eindbouwt een compact kampje, denk ik. Ja, volgens mij kunnen beide spelers dat heel goed compact bouwen. En we zien Scream als de Malians. Oh ja. En 2Subset als de Slavs. Infantry versus infantry. Ja, klopt ja. Even kijken. Malians hebben volgens mij een buff gehad in de afgelopen patch. En Slavs ook. Zijn Slavs degene die de Boyar hebben? De Boar? Nee, Boyar. Oh, de Boyar. Ja, of de Boyar. Hoe zeg je dat? Ja, inderdaad. Ja, en Malians hadden toch die extra Pierce Armor op hun Militia Line? Ja, dat zou heel goed kunnen. Bij het reden, heel erg leuk. Ik heb zo even de Tech Tree niet bij de hand. Ja, zal ik hier anders even op... kijken of me dat goed gaat, dat de stream in orde blijft? Ja. Dan blijf ik wel kijken. Ja, maar mijn laptop heeft het heel zwaar hiermee. Oei. Ja, that may be not a good idea. Nou, dan doe dat lekker niet. Dacht ik, pak mijn mobiel. Ik kan wel even opzoeken mobiel. Maar staat het scherm 2 seconden stil. Insert elevator music hier. Ik heb helaas niet mijn telefoon een keer bij de hand. Wat best wel bevrijdend voelt, maar... helaas... Hoe is dat nou? Ja, je komt er meteen al... Je bent er meteen al nodig, hè, zo'n ding. Ze moeten dan uit het hoofd. Infantry Civilization. Buildings kost min 15% wood. En dat is dan Scream. Dus so, let's check that out. Gunstig. Bam. Barracks units. Plus 1 Pierce Armor per 8. Starting from feudal. Villagers drop off 50% more gold. En de unique unit is de Gebetto.
Oh, yeah. Unique tactics. Tigui, Town Centers fire arrows when ungarrisoned, and Varimba, cavalry plus 5 attack. The university work 80% faster. And then for the Slavs. Infantry is seed civilization, but farmers work 10% faster. Supplies en gambesons zijn gratis. Dus automatisch word je erg in de militia line gepusht. Siege workshop 15% cheaper. Met de Boyar als unique unit. Oh, dat is ook wel echt in de stijl van Two-Subset, denk ik, hè? Met die Man-at-Arms. Ja, zeker. Militia line waar die nog graag op speelt. Unique techs zijn Detinets, replaces 40% of castles and tower stone cost with wood. En Druzinda, infantry damage adjacent units, dan krijgen ze splash damage. Dus ja, die infantry kunnen we heel sterk zijn. En military buildings provide plus 5 room. En daar gaat de scout van screen. Ouch. Oeps. Staan we kiet. Oh, ze hebben allebei een scout verloren waarschijnlijk. Of was het vorig potje? Oh ja, dat zou kunnen, ja. Ja, die Druzinia, dat infantry adjacent units ook raakt, is echt een super tof tech, maar heel duur. En het past late in, volgens mij. Ja. En volgens mij is de subset hier houses aan het bouwen om te scouten of zo. Ik denk dat die bouwt naar een forward base wellicht. Ja, wellicht. Ja, dit is te ver van zijn eigen kamp. Inmiddels 22 om 23 villagers. Geef van twee spelers. Omdat je natuurlijk de boost van de boar mist. Voor een vroege feudal age time. Wat gaan we hier zien? Nou, en zoals verwacht, Scream keurig netjes ingewold. Ja. Farms hun stone. Wel interessant te zien dat Scream 18 op voedsel heeft. En Two Subset maar 3. Of een 9. Ja, waren er net 3. Ah, kijk, daar komen de farms. Zou je een tikje willen inzoomen voor me? Of ons? Zoiets? Ja, al beter. Mag nog één beter, zo. Ik denk, zou Two Subset voor zijn towers gaan? Want daar houdt hij vaak ook wel van. Dit is een outpost. Maar ik bedoel de guard towers. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik herinner mij nog wel potjes met tegen Two Subset met hele vervelende towerplay. Zo, maar Two Subset heeft al echt een heel end scout, zie je dat? Wat scout hij nu mee dan? Was dat puntje daar bovenin? Oh, dat is nog wel zijn scout. Ja, ja, alleen die van Scream was. Dat en Farkens. Dus de vorige pot. En eens even kijken wat Scream ziet. Ja, toch echt veel minder. Hij weet wel waar Two Subset zit. Natuurlijk, want die heeft zijn scout verloren. Gewoon open vision spelen voor nu? Ja, graag. Nou, hier gaat de villager. Ja, wat gaat hij doen? Die heeft een missie. Ja, maar hij zit ons wel in de feudal. Weer een house. En een wall. Well, this is gonna be interesting. Die gaat toch niet proberen aan de andere kant van die woodline wat te choppen, hè? Of heeft hij ergens een faraway woodline geplaatst? Het is wel, ik weet niet wat er gebeurt, maar Two Subset Villagers zijn goed aan een wandel, dit potje. Ja. En die score, die loopt ook echt uit voor Two Subset, maar dat heeft vooral met het scouten te maken. Ja, zeker. Villagers uitvallen gelijk, maar nu de voordeel voor Scream. Dit gaat een walling game worden, joh, als ik dit zo zie. Market. En kijk eens naar de resource van Scream. Die gaat Fast Castle. Ja, dat denk ik ook. En daar de Blacksmith. Ja, die gaat gewoon voor een mooie Fast Castle play. En Two Subset is normaal wel echt van de Feudal Aggression. Dus ik ben benieuwd of we dat gaan zien zo. Kijk. Ja. Een lumber camp in de hoek. Met het idee van, dan kan ik altijd veilig hout halen. Op zich hou ik wel van deze gedachte. Zolang het niet gevonden wordt door je tegenstander. En de tegenstander vind je ook niet zo snel meer, want jij hebt ze scout gesniped. Dat is zeker waar. Dus geen gekke, keus. En nu, toen Subset in Feudal komt, is Scream onderweg naar Castle.
dat doet je wel een beetje pijn als 2 subsets zijnde. Ja, maar kijk eens naar de resources. Dat scheelt niet veel hoor. Nee, dat is waar. Hij is een blacksmith. Hij moet alleen nog een market ergens neerzetten. Beide spelers dezelfde gedachte in dit geval. Die heeft de stappenteller wel gehaald. Het is echt erg ernstig. Nou, nog wat vijkertjes gevonden. En dat is ook niet dat op je sneer zet, hè. Die had zo'n beetje alles van de map afgeplukt. Daar is de market. Ook veilig. De subset gaat al voor 2 bases haast, hè. Ja, ik denk dat dit ook een plek wordt voor een tweede TC. Ja, zeker weten. Hout, ja, steen. Ja, zeker weten. Zeker weten. De subset gaat voor de infantry decks. Plating. Ik zie het, ja. Maar nog geen barracks, though. Zou die al zo'n nagging feeling hebben van er was iets, ik moet iets bouwen. Ja, was een rare beeld erop met ik begin met een farm en een tower. Scream naar castle. En wat gaan we zien bij de Malians dan, hè? Dat is niet goed. Ik hou vooral wel van de gedachte van 2 subset. Die denkt gewoon, de hele map is mijn basis. Want ik zet hier mijn barracks neer. Ik zet hier mijn woodline neer. Oh, prachtig. Ik zet hier een wall neer. Oh, dit is interessant. Het Scream zal nu wel denken, wat? Maar hij wordt wel echt gesnapt hier. Hè, met die outpost. Ik bedoel, dit ligt heerlijk in de vision van een raiding party voor 2 subset natuurlijk. Ja, die weet precies hoe laat het nu is. Kijk, en nog een paar varkens, want wie houdt er niet van schnitzel? Bacon. You're trapped in here with me now. Oh, wat? Leuk. Er wordt heel wat gekocht en verkocht. Stable erbij. Daar is je barracks. Muscolor, double bit axe. Ja, de barracks is inmiddels gebouwd. Van beide spelers nog geen military units. En inderdaad hier een tweede TC. So it's gonna be a booming game then. Ja, ik weet het niet. Wat ik absoluut niet had verwacht. Oh kijk, de knights komen eraan voor 2 subsets. Maar hij had wel infantry armor geupgrade. So that's interesting. En toen subset denkt, knights hebben een zwaard, dus dan moet ik die hebben. Ja. Dus zo werkt het spel dus niet, dames en heren. Het hoefijzertje is voor de bijtjes. Oeh, dit verklaart zoveel in mijn eigen matches nu, hè. It all starts to make sense now. Dus we hebben echt een mooi walling festijn hier going on. Ja, het is een beetje... Dit kampje groeit eigenlijk niet heel veel meer. Dat ik denk van nou, dat is goed zo. Nog een tweede woodline. Hier wordt steen gehaald. Gaan we voor het castle zien. Ja, Scream wel duidelijk meer villages dan 2 subset hier. 7. Ja. We kijken naar de idle TC tijd. Ja. Maar ik had ook van Scream al wat meer agressie verwacht dan dit. Zou hij denken van... Het blijft wel uit, ik heb de tijd. Weet ik niet. Ik zou meer verwachten dat Scream een aanval verwacht in plaats van dat hij zelf moet aanvallen. Dat hij denkt van ik ga op de counter spelen. We hebben een knight. Nog niet onder field, maar hij is klaar. Er wordt er nu moed in gesproken, denk ik. Pep talk. Onze hele civilization hangt van jou af. Je kan dit. Oh nee, ik krijg een broertje. En Scream heeft alleen nog maar villages. Ja, maar hij heeft nog wel 50. Bij? Kijk al ja, die villages. Ik zie nog geen fundering. Ik denk het wel. Ik denk waar al. Is hij aan het scheren? Mijn varkens. Ja. Je kan natuurlijk niet bouwen op dat water. Dus misschien
probeert hij nu hier een plek te zoeken voor een nieuwe TC. 3, 2, 1. Je had de resources. Oh, die knight. Oh. Ja, dat gaat op. Zeker weten. Of meer. Dat is een dit dure. Dit is een hele goede call. Quickwalling van Scream. Dat is dan goed antwoord. Oh, wat doet hij dat goed, zeg. Ja, hij zeker. Hij verliest wel villages, maar het is keurig. Gaan quickwalls oplopen. Oh nee, ja. Zou je daar nog spelen? Ik denk het wel. Kijk, knights gaan natuurlijk heel snel door Palisade Walls. Dus het is wel een race voor Scream hier. Deze komt wel op hoor. Hij wordt gerepareerd. Hij repareert hem? Oh, keurig. Die was aan het repareren. Oh, dat is heel, heel netjes. Ja, het is gelukt. Heeft en toen subs ook een stuk of 4, denk ik. 4. Met 2 subs hebben we dus ook op 3 TC's. En die heeft ook echt leren boomen sinds afgelopen toernooi. Dat is wel gaaf om te zien. Ik zag hier heel even een castle foundation. Van wie dan? Two subset. Castle drop. Oh. Oh, wat een goede plek trouwens. Wat een verschrikkelijk naar voor Scream is deze. Hij valt ook aan, hè? Dus een little diversion going on. Camels van Scream. Hij heeft net Bloodlines geresearched, zag ik. Dus dat zijn pittige camels meteen. Ja. Ja, dat doet hij goed. Heeft ook twee stables. Ja, maar die volop castle. De camel productie. Ja, kijk eens. Scream heeft geen ruimte voor een counter castle. Run away! Misschien kun je nu het beste gewoon bij je vijand een castle drop. Oh nee, wat gaan ze doen? Ze lopen zo de pijlen in, of niet? Nee, maar wel de knights. Oh. Oh, dit is zo messy. Ja, dat is heel massief. De Boyar! Boyar high! Boyar! Nou, daar gaat je Eco. Ja, ik kan die nog deleten. Ja, kan terug. Dat is the way to go natuurlijk. Hij zit echt te kijken, wat moet ik dan met die villagers kijken? Daar gaat ja, dat, ik vind dat ook zo sterk van spelers dat ze die keus maken. Hè? Het is zo intuïtief. Intuïtief inderdaad, dat je eigen building sloopt voor een veilige passage. En ook meteen weer een nieuwe bouwen. Een vierde TC. Zou ik dan daar maar verder? Maar hij mist hier wel een blokje goud. Hij blijft dat met wat villages achter, I suppose. Ja, het gaat wordt wel weer gedicht. Waar zijn hier die kamelen eigenlijk van Scream? Daar, 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 daar. En daar. En als je van Q beweegt hij ze even voor je. Ja, ik ook. Ja, dit is ook irritant. Ik kom voor het lawaai dat je aangevallen wordt. Ja. Oh, kijk die. Boeiaar is daar. Moet aan het huis houden. Oh, hij heeft voor ons staan dat hij moet aanvallen. Oh, hier. De Kazania. Ik denk, waar zijn de pikemen gebouwen aan het aanvallen? Er worden pikes spearmen gemaakt. En Scream zit wel tegen een castle aan te. Hoe heet dat? Met een stone. Ja. Zie je, ik denk ik moet ook een castle hebben. Dat gaat een defensive castle worden. Dan ook, dat maar waar? Wel. Waar ga je hem neerzetten, joh? Dit is ook weer zo'n spot. De map control momenteel is echt voor 2 subset. Ja, ja zeker. Hier, ik pak je goud. Continu aangevallen. Oh. Dat is one unlucky Booyar. Ja, daar zitten nog 3, maar oh, dat is ik, die zag ik niet. Maar 2 subset going in.
En we weten wat dat betekent. En dat betekent? Traps. Ja, zeker. Hij moet ze wel kunnen verdedigen. Het kasteel staat fantastisch geplaatst hoor, van Two Subset. Oh, wat ga je doen met die camels, joh? Precies. Die spearmen zijn niet het ergste, maar die pijlen wel, joh. De spearmen worden zo pikes. Oké, dan zijn ze wel heel vervelend. Dat ze wel een stuk vervelender in Castle Age, misschien daarna zelfs helps. De castle is geplaatst, of gaat geplaatst worden van... Van wie is die? Die is van Scream. Scream. Ik vind het al een goede positie. Ik kies voor de steen veilig te stellen in plaats van de goud in dit geval. En hier staat de berg. En dit staat ook dichter bij zijn... Ja, en dan schakelt hij met de stable uit van Two Subset. Kijk, onder die woodlines zie je ook zo'n zo'n watertje weer lopen, hè? Dus daar kan je hem ook niet neerzetten. Nee, hier. Ja. Klopt. Klopt. Wat heeft die stable ooit misdaan? Nou, twee knights gespawnd, waardoor vijf... Okay, fair. vier villages om het leven kwamen. Dus qua villages lopen ze redelijk gelijk. Ja, waarbij Spinder nog wel 13 in de queue heeft staan. Ja, that adds up. Wat een boel camels, joh. Het zijn er 20. En traps. Tadaa. Ja, dit lijkt me, ik vind dit een fantastische plek om vanuit te trappen eigenlijk. Ja, je kan dit keer allemaal slopen gewoon. Ja. En er komt nog wat hier bouwt. Siege Workshop. Oh, dat was nog niet eens zo nodig, denk ik. Of gaat hij door de woodline kotten? Dat zou nog kunnen. Lucky Screen. Zijn siege is goedkoper, hè, van Slavs. Ja. Scream duidelijk op zoek naar damage. Ja, dat is meer een raiding party, hè? Nou, nu wel, maar het is ook het enige wat hij op het veld heeft qua army. Dat is een house grudge. Het schiet niet heel erg op. Er komt infantry armor aan voor Two Subset. En een tweede kasteel voor Scream. Mooie locatie die trouwens. Die is wel echt een stuk beter. Maar die wordt gewoon getrapt straks, hè? Die wordt zo neergetrapt. Scream ook hard aan het sparen voor imp trouwens. Ja. Duidelijk wel. Hey, zijn ze camels nu opgeruimd? Nee. Oké. Je denkt, ik moet ze terug hebben om dit te kunnen verdedigen. Prik, dat heeft 1 HP dit, hè? Als je die foundation... Maar dan moet wel 1 slag gebeuren. Oh, ja, hij beschermt zijn foundation hiermee. Want het is een dure battle. Ja? Zeker. Ik zou hem wel uitpakken, dan doet hij meer. Oh. Nu is nog een verrassing. Is gehoord. Two Subset heeft zelf ook nog genoeg voor nog een castle. Scream verliest toch wel een boel camels hier. Ja. Daar een verdedigende castle. Mooie stack, want daarmee stelt hij eigenlijk de complete achterland veilig, hè? Ja. En daar gaan de traps. Zo naar die mensen doen. Zo'n naar gevoel als je net een kasteel hebt gemaakt en die is dan door het zoosten weer neergehaald. Deze twee gaan weer neer. Oh! Oh, ook dat nog. En dat kasteel mikt niet op die Mangonel. Nee. Dit is wel de... In de rug geschoten door zijn eigen Mangonel. En dan willen ze ook halberdiers. Ja, dan moet Scream toch op Arches overgaan hoor. Scream zit nu op Imp en hij bouwt Skirms. En die Skirms is ook een goede die ook bonus hebben tegen halberdiers. Dus... Ja, dat is waar. Militia! In de Pearl Age!
He fears nothing. Dat zijn de echte MVP's, hè, dit. Balls of steel. Maar deze slag is wel voor 2 subset, hoor. Nog 2 traps in een queue. Er komen 2 rams aan. Dat zijn helps om de boel te beschermen. Ja, deze gaat wel overleven. Ik heb het idee dat Scream een beetje fender locked is op camels of zo. Ja, hij heeft even geen idee wat hij moet doen. Op zich zijn skirms een goede oplossing en eigen traps. Oh, ja, zijn. En dan die rammen. Zoveel schade, hè, die traps. En een derde trap erbij. En hij gaat toch weer voor een camel upgrade. Heavy camel. Ja, maar tegen wat? Ja, 2 subset heeft te veel helps. Ja, en hij speelt niet met Kev. Nee, hij heeft alleen dan die boeiar wel, maar... niet aan de orde momenteel. Nee. Hoardings, om de kastelen sterker te maken. Op alle gebouwen, geloof ik. Hebben die Malians trouwens voor Rimba attack? Dat die cavalry plus 5 attack krijgt? Of... Ja, dat is Malians. Ah, oké. Okay. Dus het worden wel hele sterke camels natuurlijk. Hij loopt nu gewoon 2 subset. Deze zijn die kunnen alleen maar hier langs. Want dit is allemaal 2 subset area. Ja, dit wordt gewoon geleefd door 2 subset nu. Ook deze, die ga je ook met heavy, ga je niet redden tegen helmdeers. Nee, zeker niet. Nou, hij doet het goed, die militia, hoor. Misschien is dat wel gewoon de commanding officer hier. Ja. Oh, dat is zo irritant. Dan wil je gaan bouwen en dan lopen er eerst enemies over je foundation, waardoor je niet kan starten. In ieder geval, die skirms zijn natuurlijk een goede call. Ja. Echt, maar dit, de combinatie van helps en... Ja, die boeia's, die kan je nu wel pakken met je kennis. Ja. Scorpion, Lemonel. Dit is een siege party momenteel. Jemig, hé. Betere trades momenteel wel voor 2 subset. Ja, al een tijdje trouwens. En even trap getrapt. Kijk eens, deze rent. Oh, heeft hij net gehaald. 2 subset heeft hier nog help staan. En hij heeft die heeft inmiddels opgehaald. Oh! Een backdrop castle van Scream. Ja, slim. Ja, is dat wel slim? Nou ja, hoe ga je die versterken? Ik denk dat hij hem gewoon uit het spel wil halen, want hij staat op het on his back foot, zeg maar, hè? Ja, als je hier nu de aandacht naar kunt krijgen, dan kun je het misschien op een andere plek weer verstevigen. Dat is waar. Kijk, hier staat ook nog een foundation waar Scream wil plaatsen. Ja, die is al betaald, alleen die villagers moeten er naartoe. Daar komen de villagers, denk ik, die hem gaan bouwen. 109 eco tegen 109 eco. Het gaat zo gelijk op dit. Ja, en toch heb ik het idee dat 2 subset wel de betere trades heeft. Oh, hij heeft het stil dus op tijd gezien. Ja. En denied. Maar misschien is het genoeg aandacht geweest voor zijn andere castle, hè? Want die gaan nu wel op. Maar wordt wel direct getrapt. Kijk, daar komt het legertje helpdeers aan. Wat een messy game dit, zeg. Ignore, keep building. Ze focussen echt op dit gebied, hè. Ja,
Nou, die kasteel heeft er denk ik ook de villagers. Dat is echt van korte duur. Dat is, ja, zeker korte duur. Ja, en toen? Het is 28 army voor tegen 16. Daar komt Onager upgrade. Ja, en dan zou hij gewoon een gat kunnen maken in die bomen daar. En dan beter met al je boeiars. Ja. Dat is de, ja, de next shot, zeg maar. Als hij dat doet natuurlijk, hè. Het is makkelijk uit, trouwens. Het ziet er wel bruut uit, die boeiars, met die bijlen. Ja. Zijn er inmiddels ook elite boeiars? Mijn pijl is groter. Skirmishers kunnen ook alleen maar ingezet worden tegen archers. En tegen hounds. Ja, precies, ja. Tegen alle andere zo zwak er tegen. Eerst op de onnetje klikken van to subset. Nee, dat we dan gewoon op de icons bovenin kun je opklikken. Oh, die zit nog vast. Ik zou toch verwachten van even wat boompjes weghalen en... GG. Momenteel zijn de bomen echt het schild nog voor screen. Ja. Ook wel gaaf om te zien dat de beide spelers gewoon de ruimte nemen om uit te breiden. Oh, Archer Tech gecued van en Farimba camels, geloof ik. Ja. Ja, nu gaan we wel schade zien van de camels. Damage moet ik zeggen. Maar het komt laat. Het is ook een dure tech, denk ik. Oh, daar gaat... worden. Daar is de scrums op. Keurig. Subset. Monk nearby en hem ook gebruiken, hè? Ja. This is fine. Yeah. Nou, hè, flaming rocks. Wat is je play? Nu. Het scream continu zo onder druk. Die is alleen maar aan het verdedigen. Ja, dat die gaat niet redden. Poke. Nog even een goede onnetje hit erop. Oh, er stond ook nog een sneaky trap. Dus de subset die is hier... Hij heeft nog wel een conversion gemaakt, hè? Ik ben live aan het streamen, jongens. Kinderen komen thuis voor voetbal. Ook leuk. Chica. Hier een kasteel van Two Subset. Op het laatste blikje goud. Ja, wat een map control van Two Subset hier, zeg. Echt heel sterk. Maar vanaf het begin al alles gescout met huisjes en zo. Oh! Oh nee, ik kan het zeggen. Ik zag een trap van de screen. Maar nu wordt hij opgeruimd. Die range. Ja, dat gold afgezet. Maar Scream heeft inmiddels ook één militia gemaakt. Hij heeft natuurlijk gezien wat het effect was bij Two Subset, die ene militia. Dikke hype. En nu heeft hij zoiets van, ja, wacht even. En zelfs drie petards. Lasagne. Dat is voor...
Sneak attack, maybe? Ja, oké. Wil die achterlangs? Oh, Trezinha is geresearched. Dus infantry hebben nu adjacent damage. Het zijn militia die hij niet meer heeft. Het geldt nu waarschijnlijk voor zijn pikes, right? Ja, klopt. We zien Lightcap komen voor de sprint, die wil waarschijnlijk reden. En... Oh. Maar kijk eens. Drie traps, die halen het eerste kasteel al neer. En daar komt de volgende. Die... Oeh. Ook heel nagesplaatst trouwens. Ik heb nu het gevoel dat Screamer overhand is met 57 military. Bellen joh, it's all over the place. Hier wordt geraid. Hier wordt geraid. Overal wordt geraid. Jemig. Easy guys. Kunnen we niet bijhouden. Alles knippert ook in de map. Ja, het is gewoon een kerstboom. It's a Christmas tree. Pretty lights. Ja, hij zit all over the place. Ja, en nu? Moeilijk voor ons boyers, om de main army te doen. De boyers die worden hier gemaast en die gaan dit opruimen. Kasteel wordt hier neergetrapt door deze D-traps. Dus dat is niet meer dan een afleiding. Terwijl ze hebben wel wat kills gemaakt, denk ik. Het zijn 94 tegen 92. Kijk, is die minimap gaan, joh. Oh, en oh, de subset is binnen. Met de pattern play. Nee, die heeft hij niet gebruikt. Hij heeft ze alle twee nog. Goed gelijk. Oh, dus kijk dan, 63. Oeh. Ja, maar ook de subset heeft een boef verloren. Oh, er komt even wat boyer hulp aan. Ze ruimen elkaar helemaal op, joh. De camels worden gewoon geganked hier. Goeie raids. Voor mij zijn die traps opgeruimd. Ja, van deze stapel. En dan. Ja. En ik denk dat Supreme ook met een scheef oog nu wel naar de score kijkt, hoor. Ja, dat begint nu wel echt uit te lopen. Je ziet ook een betere kill-death ratio voor 2 subset natuurlijk. Kijk eens, naar 114 dit... eco heeft hij gekilled. Beide spelers wel gewoon villetjes aan het produceren nog, hè? Ja, je moet. Ja, maar dat is knap. Heel veel mensen vergeten dat. Oh, wat rust. Oh nee, toch niet. Heeft dit potje echt rust gehad? Minus de eerste 10 minuten. Ja, vanaf Castlays ging het vrij snel vrij hard los. Wat een game. Het is ook gewoon moeilijk een beetje te zien waar de frontlinies lopen. Hè? Het gaat heel erg in elkaar over. Hier komt een leger aan. Ja. We hebben, dames en heren, we hebben weer een leger gevonden. Ja, precies. Ja, de Kazanja. En een leger van Scream is er eigenlijk niet meer. GG, Sonny. GG Gold. Nou, zeker weten zeg. Good game. Wat een game. Wat een game. Statistics. Ja. Military, alle vlakken wat to subset in ieder geval meer hoge scoren. 1.4 tegen 0.71 kill death ratio. 62 army. Economy, ook in alle vlakken net beter. Het scheelt ook niet veel, hè? Ze liggen zo snel dicht bij elkaar. Ja, die exploration is heel hoog van to subset natuurlijk, al heel vroeg. Ja, zeker. Society weet nooit direct wat het is. Villagers, 124, 133 trade units, castles. Nou, mooie... Oh, ik betaal hier niet voor.
Ik heb bijgeschreven trouwens. En ik kan het je zo al vertellen op mijn notitieblokje. Zie je. Nee, thanks for streaming. Servervolate. Die andere matches die komen ook op YouTube te staan natuurlijk. En we zien to subset in, als het goed is, de halve finale nu. Ja, GG's. GG's. Onbekende tegenstander, maar we gaan nog twee matches van hem zien, sowieso. Gaaf, ik ben benieuwd. Hey, goodbye.